Koninklijke Visio. Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert. Nou, het is 7:30, dus wat mij betreft gaan we beginnen. Ik zie dat nog lang niet iedereen binnen is, maar goed, die vallen er zo meteen in. Welkom iedereen, fijn dat jullie deelnemen aan dit webinar, Oog voor Werk, Slechtziendheid en Belastbaarheid. Voor iedereen die ons nog niet kent, wij zijn Koninklijk Visio. Wij zijn een expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. Nou, wat is het programma verder voor vanavond? Ik ga zo meteen iedereen even kort voorstellen. Daarna gaan Rikst Kamma en Cindy Hulshoff wat meer vertellen over visiozicht op werk, maar uiteraard met name over het thema van vanavond, slechtziendheid en belastbaarheid. Daarnaast er een Q&A-blok. Vervolgens volgt het ervaringsverhaal van Bram Schultingen. Daarna volgt weer een Q&A-blok. En is er nog kort wat mijn collega's gaan vertellen over de dienstverlening van zicht op werk. En vervolgens is er ook nog wel ruimte om wat vragen te beantwoorden. Tenminste, dat hopen we. En daarna is de afsluiting voor vanavond. Nou, wie hebben jullie tegenover je? Ik begin even niet zoals het hoort, maar met mezelf. Mijn naam is Annelies Opmeer. Ik ben medewerker advies en voorlichting bij Visio in Hoogeveen. En ik ben vanavond de host. Dan hebben wij nog mijn collega Yvonne Groenewegen. Zij is ook medewerker advies en voorlichting in Den Haag en Leiden. Yvonne, zou jij even iedereen gedag willen zeggen? Hallo allemaal, ik ben dus Yvonne Groenewegen. Dankjewel Yvonne. Dat is mijn collega Yvonne en die is voor vanavond co-host. Dus zij zal ook met name, ook als er technische problemen zijn, maar ook als er vragen in de Q&A zijn die alvast beantwoord kunnen worden, gaat zij dat doen samen met mijn collega Alice van der Hout de Vries. Zij is ook medewerker advies en voorlichting en zij is dat in Haren. Alice, wil jij iedereen ook even gedag zeggen? Goedenavond allemaal, ik ben Alice. Super, dankjewel. Dan gaan we door naar de collega's van Visiozicht op Werk. Ik begin met Cindy Hulshoff. Zou jij iedereen ook alvast even goedenavond willen zeggen? Goedenavond, ik ben Cindy Hulshoff. Ik ben adviseur arbeid in Apeldoorn bij Visiozicht op Werk. Wij, heel grofweg gezegd, behandelen wij alle vragen die met slechtziendheid en arbeid te maken hebben. Aan het eind zal ik daar nog meer over vertellen. Super, dankjewel Cindy. En ze doet dat samen met Rikst Kamma en die is ook van Visiozicht op Werk. Rikst, zou jij je ook alvast iedereen even goedenavond willen zeggen? Zeker, goedenavond. Mijn naam is Rikst Kamma. Ik ben een collega van Cindy. Ik doe hetzelfde werk als Cindy, alleen dan op de locatie in Leeuwarden. Super, dankjewel. En last but zeker not least, Bram Schultingen. We zijn heel blij dat Bram erbij is vanavond. Bram is ervaringsdeskundige. Bram, zou jij ook iedereen alvast goedenavond willen zeggen? Jazeker. Goedenavond allemaal. Ik ben Bram. En ik zal later iets vertellen over mijn historie en heden met werk, wat betreft werk. Dus super. Tot zover. Super, dankjewel Bram. Helemaal goed, dan ga ik stoppen met het delen van mijn scherm. En dan vraag ik Rikst of zij haar scherm wil delen. En dan gaan we starten met de presentatie. Veel plezier allemaal. Zo, nou, wij gaan starten inderdaad met ons thema van vanavond. Dat is slechtziendheid en belastbaarheid. Nou, zoals Cindy en ik al net al benoemden, zijn wij beide werkzaam als adviseur arbeid binnen Visio. En dat betekent dat wij, nou, ons dagelijks werk houden we ons bezig met alle vragen rondom arbeid. Dat kan zijn vragen op de werkplek zelf of ook mensen die aan het werk willen. En wat wij eigenlijk in onze carrière bij Visio, voor mij is dat 5 jaar, hebben gezien en ook veel gehoord afgelopen jaren, is dat met name de energiebalans en de belastbaarheid binnen werk een groot thema is. Veel mensen lopen er eigenlijk mee te worstelen om die balans goed te houden. En aan ons ook de taak dan om met deze cliënten te gaan kijken van wat kunnen wij inzetten binnen Visio om deze belastbaarheid aandacht voor te geven en om daarmee aan de slag te gaan. Ja, ik zou zeggen, de volgende sheet, daar was hij al. Wat we vaak zien in ons werk is dat
eigenlijk de weegschaal, zeg maar, uit balans is. He, je hebt aan de ene kant heb je de draagkracht en aan de andere kant heb je de draaglast van mensen. De draagkracht wil zeggen is eigenlijk het vermogen van jezelf om met stress om te kunnen gaan. Alle dingen die op je pad komen om die zeg maar een plek te geven en goed te dragen eigenlijk. Daarnaast is de draaglast, zijn eigenlijk alle dingen die op je afkomen op zo'n dag. Alle taken die je moet doen, alle vragen die op je afkomen, waar je eigenlijk iets mee moet doen. Eigenlijk als die draagkracht en die draaglastbalans, of die weegschaal uit balans is, dan ontstaat er eigenlijk een probleem. We willen eigenlijk dat deze weegschaal zeg maar weer recht komt te staan. Wat we vaak zien, wat de gevolgen vaak is van een disbalans tussen draagkracht en draagbalans. De balans is ten eerste is dat de tempoverlies vaak optreedt bij mensen in werk. Mensen moeten vaak meer uren gaan werken om eigenlijk hun taken te compenseren. Die je reguliere werknemer wel doet in hetzelfde tijdspad. Dit levert over het algemeen veel vermoeidheidsklachten op. Ten eerste kost lezen kost nou eenmaal veel energie. En als je dan ook nog al dat soort dingen moet gaan compenseren, kun je je voorstellen dat vermoeidheid uiteindelijk gaat optreden. Eigenlijk door deze klachten horen wij vaak dat mensen minder energie overhouden voor activiteiten naast hun werk. Ja, mensen komen naast hun 6- of 8-uurige werkdag komen ze vaak thuis. De meeste mensen hebben bijvoorbeeld thuis een gezin, een partner, sportactiviteiten die ze graag willen bijhouden, sociale contacten. En je merkt dat daar eigenlijk geen energie meer voor is. En dat mensen bijvoorbeeld op de bank belanden 's avonds voor de televisie of gaan slapen bijvoorbeeld. Hè? Dus de leuke dingen ook naast het werk, die blijven er gewoon bij. Wat we verder zien is dat men ook wel lichamelijke klachten ontwikkelt. Als je inderdaad meer moeite moet gaan doen om dingen goed te kunnen zien, om dingen goed te kunnen lezen. En ook als er vermoeidheid optreedt, dan ga je ook compenseren in je fysieke houding. Je kunt je voorstellen dat je misschien meer naar het scherm toe gaat staan. Je moet meer met je hoofd draaien om dingen goed te kunnen zien. Je gaat verkrampt achter je scherm zitten, waardoor er hoofdpijn, nekpijn of rugpijn kan optreden. Verder zien we dat ook mensen vaak wel psychische klachten kunnen ontwikkelen. Ik noem nu allemaal dingen die natuurlijk niet bij iedereen voorkomen, maar het zijn dingen die wij zien en die kunnen ontstaan. Psychische klachten kun je voorstellen dat er misschien teleurstelling voorkomt in je werk, hè, omdat het niet meer lukt om alle dingen te doen zoals je die graag wil doen. Mensen maken zich zorgen over het perspectief in werk. Hè. Lukt het mij wel om het vol te houden? En stel dat niet lukt, wat dan? En ook de prognose van de oogaandoening speelt natuurlijk vaak een grote rol. Hè. Psychische klachten zijn, ook al is er geen werk, het is gewoon best een belasting, hè, om met een oogaandoening om te gaan, om ook niet te weten waar het naartoe gaat, om zo maar te zeggen. Al deze factoren, al deze items, die kunnen leiden tot een uitval, tot ziekteverzuim. En dit kan natuurlijk deels zijn. En wij zien heel vaak dat mensen voor de helft zich ziek moeten melden, omdat het gewoon allemaal niet meer lukt. Maar er zijn ook mensen die volledig uitvallen. En dat willen we eigenlijk binnen Fysio toch zien te voorkomen, om dus die weegschaal in balans te krijgen. De volgende sheet is een filmpje. We willen jullie even een filmpje laten zien van een meneer die werkt als godsdienstleraar. En daarnaast is hij ook decaan. En dit filmpje geeft eigenlijk heel mooi weer hoe je als werknemer zeg maar functioneert binnen een werkzetting. En wat je eigenlijk allemaal kunt doen om het jezelf makkelijker te maken, om het werk beter vol te kunnen houden. Ja, wie kan het beter vertellen dan iemand die het aan de lijve zelf ondervindt? Als het goed is, gaat het filmpje nu starten. Ik ben docent, ik geef het vak godsdienst op deze school. En daarnaast ben ik sinds 2000 ook decaan. En als decaan begeleid je leerlingen richting hun toekomstige studie en beroepskeuze.
Ik houd van jongeren. Ik heb echt een passie voor jongeren in hun ontwikkeling. Ik vind mijn vak natuurlijk mooi. Hè? Ik ben graag met theologisch onderwerp bezig, met religie, met geschiedenis, maar ook met begeleiden van jongeren. Maar die twee in contact met elkaar vind ik het mooiste in mijn werk. Ik vind dat meneer Pas probeert iedereen erbij te betrekken in zijn les door interactie. En niet alleen maar dat hij zelf voorin staat te praten waar je naar je moet luisteren. Wat mijn werkomgeving kan betekenen voor mij in mijn visuele beperking is dat zij zich ervan bewust zijn welke effecten het op mijn werk heeft en daar bij tijd en wijle rekening mee houden. Bijvoorbeeld als een collega zijn naam noemt als ik hem tegenkom in een onbekende situatie, is dat prettig. Als vergaderstukken voor mij op tijd in de e-mail vergroot zijn aangeleverd. Dat soort kleine dingen maken mij het mogelijk om mee te doen, te participeren en niet aan de rand te staan. Pas visuele beperking merk je eigenlijk niet zo heel veel. Alleen dat je bijvoorbeeld door de klas moet praten, dat hij je gezicht niet ziet en dat hij dan niet ziet dat je hand opsteekt. Maar voor de rest merken we er eigenlijk helemaal niks van. Jan is hier al meer dan 20 jaar werkzaam en in de loop van de jaren is hij al steeds meer tegen zijn visuele beperking aan gaan lopen. En in dat proces hebben we als school meegedacht van hoe kan Jan toch zijn werk blijven doen. En dat heeft ertoe geleid dat hij wel minder lessen is gaan geven, omdat lesgeven heel intensief is met een hele groep leerlingen voor je. En meer individuele begeleiding van leerlingen geeft, dus op het gebied van decanaat. En daar is hij geweldig sterk in, één op één. In een decanaat is het leuk als je met kinderen, met jongeren kunt opdenken richting hun toekomst. En zij moeten natuurlijk zelf een belangrijke keuze maken. En voor velen van hen is dat een hele grote vraag en best wel een worsteling. En dan is het heel mooi om hen daarbij te helpen. Soms ben je net een beetje psycholoog. We hebben hem ook als decaan. En vorig jaar heb ik mijn vakkenpakket gekozen. Daar heeft hij me heel goed bij geholpen. En hij is heel geïnteresseerd, hij heeft altijd tijd voor je. Ik heb regelmatig een gesprek hebben wij met hem en dan geeft hij ons tips mee hoe we het onderzoek het beste aan kunnen pakken. En ook in de tussentijd mailt hij ons allemaal dingen door waar we naar kunnen kijken. Dus hij is echt heel erg betrokken met ons onderzoek en onze werkwijze. Ik loop met een taststok, die heb ik niet echt nodig, ik kan zonder. Maar het spaart me enorm veel energie. Als ik de taststok gebruik, dan hoef ik niet naar de grond te kijken of er toevallig een schooltas ligt of een leeg limonadepakje of wat ook. Hè. Daarnaast heeft die stok me enorm geholpen in het herkenbaar zijn als visueel gehandicapte. Dat is niet leuk. In het begin ben je geneigd om dat wat te verstoppen. Dat wil je eigenlijk liever niet. Maar het helpt wel enorm omdat je omgeving juist daardoor zich ook op jou kan instellen. En daarnaast hebben we ook voor de lessituatie aanpassingen gedaan. Zoals bijvoorbeeld andere belichting en andere gordijnen, laten we zeggen, waardoor de lichtinval beter is. En met al die aanpassingen is het voor jou mogelijk om les te blijven geven. Verder heb ik wel een kleine visueletloop die ik regelmatig pak als ik echt een heel klein lettertype moet lezen. En ja, weet je, de iPhone kan tegenwoordig zoveel functies van hulpmiddelen vervangen. Je kunt met de telefoon ook een magazine of een boek fotograferen en dat uit willen spreken. Die rekentoets afgeschaft. Ik denk dat steeds meer hulpmiddelen eigenlijk in je telefoon gaan zitten in de toekomst. Wat ik als tip zou willen meegeven is om vooral jezelf te zijn. Ga je niet overschatten, want de verleiding is zo groot om als persoon met een visuele beperking te doen alsof die er niet is. En om jezelf te overschreven. Om alles te willen doen full speed op het tempo dat de omgeving ook doet. Als je dat doet, overvraag je jezelf dusdanig dat je, tenminste dat was mijn ervaring, snel bent opgebrand. Je doet jezelf geen recht, je omgeving geen recht, dus wees jezelf, je toont je grenzen. Dat is misschien niet zo leuk, maar zo houd je het wel het langste vol. We hebben net een filmpje gezien inderdaad van een meneer die eigenlijk al allerlei factoren ook benoemt die van belang zijn zeg maar, in het werk. Om zeg maar, de balans zoveel mogelijk te houden tussen draagkracht en draaglast. En dat willen wij ook uitleggen aan aan de hand van een aantal factoren die in onze beleving veel invloed hebben zeg maar, op de belastbaarheid binnen het werk. En dat begint eigenlijk bij jezelf als persoon. De persoonskenmerken van degene die aan het werk is, die hebben al heel veel invloed zeg maar, op hoe belastbaar ben je. En dat begint eigenlijk bij het feit, ben je geboren met je oogaandoening of is je oogaandoening later ontstaan? Je kunt je voorstellen, als je eigenlijk vanaf je geboorte al slechtziend of blind bent, dat je eigenlijk meteen al zeg maar, hebt moeten dealen met het feit dat het zo is, en ook meteen al aan de slag
moet zijn gegaan met allerlei dingen om je toch te functioneren binnen de maatschappij. Hè, als het later ontstaat, dan moet je een hele grote omslag maken van zien naar niet zien of minder zien. En naar onze beleving is dat best een hele grote belasting om dat allemaal voor elkaar te krijgen, hè, om die omslag te maken. Nou, daarnaast is dat de achtergrond naar ons idee van groot belang. Waar kom je vandaan? Wat is je opleidingsniveau? Heb je de studie kunnen doen die je graag zou willen doen? Wat heb je zeg maar als bagage meegenomen om in je werk daarna ook een betere belastbaarheid te kunnen hebben? Persoonlijkheid is en je copingstijl is ook een groot aandachtspunt, dat merken wij in ons werk. We noemen vaak wel de ene persoon die heeft het glas half vol, de andere persoon heeft het glas half leeg. Als je iemand bent waarbij het glas meestal half vol staat, dan kun je over het algemeen zeggen dat je iets positiever wellicht in het leven staat. Hè, dat je toch met een positievere kijk op dingen toch met je slechtziendheid omgaat. En dat waarschijnlijk wat makkelijker is in het dagelijkse leven. Hè, om dingen te anticiperen en om daarin je weg te vinden. Je gaat dan misschien ook anders met stress om dan een andere persoon. Dus dat maakt, denken wij, wel een heel groot verschil. Daarnaast zijn je waarden en normen spelen wel een rol. Hoe graag wil je zeg maar aan het werk? Hè? Wat zijn daarin je waarden en normen? Zeg je van, werk is, ik vind werk essentieel binnen als persoon. Hè? Ik denk dat ik wil autonoom zijn, hè, in de maatschappij. Ik wil mijn eigen geld verdienen. Ja, al dat soort dingen spelen een grote rol ook. Van hoe graag wil je en hoe belastbaar ben je daardoor ook. En je motivatie voor het werk wat je doet is natuurlijk van groot belang. En werk je omdat je denkt van ik moet het gaan doen, of heb je ook veel plezier in je werk? Hè? Kom je op je werk ook voor, niet alleen voor je werk, maar ook voor een stuk sociaal contact voor je collega's? Hè? Dus hoe groot is je motivatie om aan het werk te blijven? Dat heeft naar ons idee ook een grote invloed op de belasting, hè, die je aankunt. Ik wil het stokje even overgeven naar mijn collega Cindy. Cindy gaat vanaf nu verder met andere factoren die naar ons idee ook van groot belang zijn. Dankjewel, Rix. Er zijn inderdaad meer factoren van invloed op de belastbaarheid. Beginnen we met psychosociaal functioneren. Wat belangrijk is in hoeverre, of wat van invloed is, in hoeverre heb je inzicht in je eigen beperking. Dus weet jij precies wat je wel en wat je niet ziet, weet jij precies wat dat inhoudt, wat dat in de praktijk betekent. En ben je je daar ook van bewust? Verder zien we dat verwerking en acceptatie een grote rol speelt. Dus je kunt dan niet zeggen, dat is één lijn. Dat heb je in één klap, is dat geaccepteerd en verwerkt. Je ziet vaak dat het een soort cirkel is, dat het een proces blijft. Maar als je daarin wel een proces hebt doorgemaakt, zie je dat mensen daar wat steviger of in ieder geval mee om kunnen gaan. Assertiviteit is een belangrijke, ook in werk. In hoeverre geef je aan als je grens bereikt is, of als iets wordt gedaan wat je niet prettig vindt. Ik herinner me een werknemer die blind was en continu aangeraakt werd door haar leidinggevende, omdat die leidinggevende graag iets wilde vertellen. Die dame vond dat vreselijk, die werknemer, maar durfde dat in eerste instantie niet te zeggen. Dan kan dat heel belastend zijn gedurende een werkdag. En wat ook een belangrijke factor is, de communicatie over de beperking. Hoe vertel je überhaupt over je beperking? Wil je daar open over zijn? Doe je dat al bij aanvang, bij de sollicitatie? Doe je dat in de loop der tijd? En ook wat vertel je dan wat de beperking is en ook eventueel wat je daarin nodig hebt? Gaan we naar de arbeidsomstandigheden. Dat is ook weer dat is het volgende rijtje van factoren die een rol spelen in de belastbaarheid. Heb je een vaste werkplek of heb je een plek in bijvoorbeeld de kantoortuin? Je ziet dat de laatste tijd heel erg in opkomst was.
Maar waarbij het voor iemand met een visuele beperking pittig is om de hele tijd op een andere plek te zitten. Om niet de juiste lichtinval te hebben. Of om eventuele hulpmiddelen niet bij de hand te hebben. Dus terwijl als iemand een vaste werkplek heeft en dit allemaal op orde kan hebben, dat wel energie scheelt of rust geeft. Thuiswerken horen we verschillende verhalen over. In eerste instantie hoor ik veel slechtziende werknemers aangeven dat ze de coronatijd zwaar vonden, omdat ze veel beeldschermwerk deden, dus veel achter een computer zaten en dus heel visueel bezig waren. Terwijl je op kantoor af en toe een praatje hebt, of een gesprek hebt, of een overleg, dus wat minder visueel bezig bent of beter kunt afwisselen. Maar ik sprak vorige week een van jullie, een blinde werknemer, die juist aangaf, ik vind het prettig om veel thuis te werken, want dan werkt mijn spraak optimaal, daar wordt niet, ik word daar niet in gestoord. Dus wat mij betreft is dat juist een pre. Pauzes nemen is heel belangrijk. In hoeverre ben je in staat om dat zelf ook aan te geven, of om die pauzes ook te kunnen nemen in je werk? Het afwisselen van non-visueel en visueel. Je ziet dat heel belangrijk is om zo'n dag vol te houden, om je energie op peil te houden. Dus kun je, heb je werk waarbij dat ook kan, waarbij je dus ook even niet visueel aan de slag moet, maar juist teksten kunt luisteren, gesprekken kunt voeren, telefoongesprekken kunt voeren, overleggen waarbij je dus dat visuele niet zo op de voorgrond hebt. Aanpassen werkinhoud. Je zag in het filmpje ook al dat daarover wordt gesproken van bepaalde taken zijn misschien wat minder prettig of handig of niet haalbaar. Is het mogelijk om daar met een werkgever over in gesprek te gaan om bijvoorbeeld een bepaalde taak niet meer te doen en juist bijvoorbeeld, dat zag je ook in het filmpje, 1-op-1 taken juist wel als decaan. Dus 1-op-1 in gesprek met leerlingen. Toegankelijkheid, in hoeverre is jouw werkplek toegankelijk? Dus kun je makkelijk bij je werkplek komen? Letterlijk liggen er bijvoorbeeld obstakels of werk je ergens achterin op de vijfde verdieping? Collega's, ook een belangrijke in de arbeidsomstandigheden. Zijn het collega's die jou in van alles begeleiden en ook taken van je overnemen? Soms misschien ook te veel. Of zijn er collega's die op een prettige manier zich collega tonen? Gaan we naar het volgende rijtje van factoren die van invloed zijn op belastbaarheid. En dat zijn vaardigheden. We noemen dat ook wel compenserende vaardigheden. In hoeverre ben je in staat te compenseren? Dan zie je dat ICT-vaardigheden en met name typvaardigheid, dus blind kunnen typen, snel toetsen kunnen gebruiken, spraak kunnen gebruiken, helpend is om enigszins energie te besparen. Je ziet als je en op je toetsenbord moet kijken en de muis moet zoeken en alles leest, dat vermoeiend is en dat het een pre is als je blind kunt typen en sneltoetsen kunt gebruiken. Het gebruik van hulpmiddelen, in hoeverre ben je handig in het gebruik van je hulpmiddelen? Eventueel de ICT natuurlijk, maar ook een beeldschermloop of een ander soort loop. In hoeverre ben je vaardig in oriëntatie en mobiliteit? We zagen net in het filmpje ook hoe de leraar-decaan door de hal ging. Heb je daarin training gehad? Of heb je dat meermalen geoefend? Ook dat is een belangrijke vaardigheid. En als laatste vaardigheid, plannen en organiseren. In hoeverre kun jij goed je werk plannen en organiseren? Soms brengt het werk dat ook met zich mee, maar het heeft ook zeker met je persoonlijke vaardigheden te maken. In hoeverre gaat je dat makkelijk af? En in hoeverre, en daar hebben we zelfs een uitroepteken bij gezet, neem je je pauzes om ook eventjes niet visueel bezig te zijn? Bij het plannen en organiseren is ook nog wel een belangrijke, dat je bijvoorbeeld een vaste plek hebt voor je spullen in een werkplek, op een werkplek, zodat je niet steeds hoeft te zoeken. De volgende sheet, de fysieke werkomgeving. Net ook al enigszins over gehad, hoe is je werkplek ingericht, hoe is de verlichting? Je ziet dat voor iedereen natuurlijk, hè, voor,
voor goedziende, slechtziende verlichting belangrijk is. Maar je ziet bij slechtziendheid dat echt enorm kan schelen als de verlichting optimaal is. En daarom ook zou het heel prettig zijn om een vaste werkplek te hebben waarbij die verlichting optimaal is. Waarbij je het zelf ook kunt regelen. Ook hier weer hulpmiddelen. Heb je hulpmiddelen, kun je makkelijk beide hulpmiddelen. Dus kun je, stel je hebt een beeldschermloop nodig of je hebt je telefoon, et cetera, vaak nodig. Heb je die bij de hand en heb je daar een vaste werkplek voor. Ergonomie. Bijvoorbeeld werknemer gezien die zo graag wilde vergroting, maar liever geen vergrotingssoftware wilde gebruiken, dat ze bovenop haar scherm zat, waarbij ze op den duur een nek- en schouderklachten ontwikkelen. Dus ergonomisch niet zo prettig op haar werkplek zat. Dus dat is ook een belangrijk. Is voor iedereen belangrijk, maar zeker ook voor mensen met een fysische beperking. En in sommige gevallen, als het relevant is, is er ruimte voor een hulphond. Begeleid op dit moment een jongen die in een winkel werkt. In eerste instantie werd er gezegd, die hulphond mag niet op de vloer, op de winkelvloer. En toch had hij de hond veel nodig. Dus uiteindelijk is er toch een constructie bedacht waarin de hond heel prettig bij de werknemer kon blijven. En nu blijkt zelfs dat dat een heel leuk gesprekspunt is voor klanten. De volgende sheet, dan vatten we het even samen. Dus welke factoren zijn van invloed op de belastbaarheid? We hebben persoonskenmerken besproken, psychosociale functioneren besproken, arbeidsomstandigheden, de vaardigheden en de fysieke werkomgeving. Wat we natuurlijk willen is dat de balans, dus de weegschaal die we net ook zagen, enigszins in balans is. En de factoren die we net genoemd hebben, die dragen daaraan bij. Als je bijvoorbeeld nog even terugkomt op het filmpje. Die meneer heeft een werkplek waarin alle hulpmiddelen aanwezig zijn. Die heeft gebruikt een stok om zich te oriënteren en energie te besparen. Is in gesprek gegaan op werknemer, zijn ze aan met werkgever en werknemer in gesprek gegaan van hoe kunnen we het werk zo passend mogelijk maken. Communiceert over zijn visuele beperking. En belangrijk, heeft het, naar het filmpje ziet, reuze naar zijn zin in het werk. Dan hebben we nu... we hebben nu eerst vragen die gesteld kunnen worden. Klopt helemaal. Dankjewel, Cindy Rikst. Ik ga even de Q&A openen. Ik ga de vragen even voorlezen. En Cindy en Rikst kunnen dan antwoorden. Cindy en Rikst, als jullie je camera en je geluid even aan willen zetten. Dat zou heel fijn zijn. En dan ga ik naar de Q&A. Stel daar gerust alle vragen in. Ook tijdens de presentatie, stel de vragen er gewoon in. We pakken ze op. De eerste vraag is van Adriaan. Kunnen wij deze presentatie ook toegestuurd krijgen? Ik zou hem graag nog eens met mijn vrouw willen bekijken en met P&O op het werk. Het is wel zo dat het webinar terug te kijken is. Ook daar komt een link in het mail met het evaluatieformulier op het moment. Dat mensen zeggen, we willen ook heel graag de presentatie apart. Laat het ons even weten via het mailadres wat nu in beeld staat. Dat is visiozichtopwerk@visio.org. Dus visiozichtopwerk@visio.org. Laat het ons daar even weten en dan kunnen we dan ook altijd nog even de presentatie apart sturen. Dus om het samen te vatten, webinar is terug te kijken. De link volgt nog bij de evaluatie. En heeft u echt behoefte om de presentatie apart nog toegezonden te krijgen, stuur dan even een mailtje naar Visio Zicht op Werk. Vervolgens heb ik iemand die vraagt, is computerwerk iets voor slechtzienden, zoals een website bouwen, programmeren, apps bouwen en zo ja, hoeveel uur per dag of per week? Nou, ik probeer even een antwoord te geven op deze vraag. Het eerste deel is beeldschermwerk iets voor slechtzienden. Of in ieder geval, als je kijkt naar de
Onze ervaringen zijn in ieder geval dat beeldschermtaken, beeldschermwerk, toch wel taken zijn die je het meest kunt aanpassen, zeg maar, aan de beperkingen die een slechtziende heeft. Dus in die zin denk ik zeker dat beeldschermwerk passend kan zijn. Het hangt natuurlijk wel van af met wat voor soort programma's moet je werken en wat is precies de oogaandoening, hè, waar je mee kan. Niet alle programma's zijn misschien compatible met bepaalde softwarepakketten. Dat zul je echt uit moeten zoeken. Dat is echt maatwerk waar je het dan over hebt. Maar ik denk zeker dat beeldschermwerk heel goed te combineren is met een visuele beperking. En op de vragen die u stelt van, goh, ja, hoeveel uur is dat dan mogelijk? Hè? Hoe lang kan ik dat achter elkaar doen? Ja, dat is heel moeilijk om dat vanuit dit perspectief, zeg maar, om daar antwoord op te geven. Ja, want dat hangt eigenlijk met allerlei factoren samen. Ook eigenlijk de factoren die we al eerder benoemden. Van, hè, wat zijn de andere randvoorwaarden, hè, waar je mee te maken hebt. Hè? Wat voor werkplek heb je? Wat voor werk is het precies? Nogmaals, wat is de aandoening die er speelt? Dus dat zul je echt per situatie moeten bekijken. En dat zul je ook echt moeten ervaren. Hè? Mensen vragen ons wel vaker deze vragen ook van, goh, denk alsjeblieft met me mee van hoeveel uur ben ik belastbaar. Maar dat zul je toch moeten ervaren, hoe dat dan werkt. Helemaal goed, dankjewel Rikst. Dat geldt trouwens voor alle vragen. Op het moment dat de vraag niet helemaal beantwoord is of u heeft nog een aanvullende vraag, zet hem gerust ook weer in de Q&A. Wat ik zei, het kan zijn dat we omwille van de tijd niet overal aankomen, maar dan beantwoorden we vragen die nog openstaan, beantwoorden we in de mail waar ook het evaluatieformulier in zit. Dan ga ik naar de volgende vraag. Dat is de vraag van Marcel. Die stelt de vraag, kunnen jullie helpen bij reïntegratie als er ook al een arbodienst betrokken is? Goeie vraag. Want dat is zeker ons werk om te helpen bij reïntegratie. Want zeker omdat wij de expertise hebben juist op die op werken met een visuele beperking. Bij een arbodienst is even de vraag, wat is de rol van de arbodienst? Wat wel gebeurt is de arbodienst ons dat vraagt. Hè? Dus die rol voor reïntegratie bij ons neerlegt. Wij gaan ook wel in samenwerking met de bedrijfsarts, dus in overleg met een bedrijfsarts. Wat je ook wel ziet is dat, maar dat is even de vraag wat de afspraken zijn met de arbodienst. Maar dat wij dat kunnen meedenken en adviseren in de reïntegratie, dat is zeker het geval. Super, dankjewel Cindy. Dan kom ik bij de volgende vraag. Dat is denk ik nog een vervolgvraag van Adriaan. Kan iemand van Fysio ook eens mee met mij om samen een gesprek te voeren met mijn werkgever, omdat ik verwacht dat jullie een en ander beter kunnen uitleggen dan ik? Ja, ik denk dat zeker een vraag is die ook heel veel naar voren komt. Het is wel zo dat het een beetje afhangt, hè, van de situatie ook. En van zeg maar wat de vraag ook is vanuit de werkgever. Hè, vanuit Fysiozicht op Werk werken wij vaak in opdracht vanuit de vraag vanuit een werkgever die daar ook de opdracht voor geeft. Dus daarin zullen we in ieder geval even moeten kijken wat is precies de situatie. Maar inhoudelijk denk ik zeker dat een meerwaarde kan zijn om samen in gesprek te gaan, hè, met een werkgever. Ook om vanuit ons perspectief ook toe te lichten van wat wij nog meer zien en wat eigenlijk bij slecht zien en werk allemaal naar voren komt. Hè? Dus ik denk zeker dat dat een aanvulling is ook op de beleving van de persoon zelf. Dankjewel Rikst. Dan heb ik een vraag van Petra. Is het webinar voor iedereen na te lezen zoals leidinggevende en PNO? Nou, volgens mij kan ik die vraag zelf wel even beantwoorden. Hoeft Rikst of Cindy niet per se te doen. Ja, de link naar het webinar, de opname van het webinar, krijgt u dus in de mail. Maar kunt u ook op kennisportaal.fysio.org kunt u het webinar terugvinden. En die link is gewoon te delen. U mag het webinar delen. Dat is geen enkel probleem. Dus ook leidinggevende, PNO, HRM, noem het maar op, kunnen allemaal het webinar terugkijken als de link gedeeld wordt. Ik hoop dat de vraag beantwoord. Zo niet, stel hem gerust nog een keer of nog een extra vraag.
Ik ga nu even naar de laatste vraag, want we lopen al wat uit qua tijd. Dat is de vraag van Richard. Is er een verschil in arbeidsbelastbaarheid tussen mensen die op jonge leeftijd al een visueel probleem ten opzichte van mensen die op volwassen leeftijd een pasdit ontwikkelen? Ja, het is denk ik ook, naar aanleiding van het stukje ook wat Rikst al aan het begin aangaf, hè, dat is een factor is die zeker speelt. Rikst, dan moet je me corrigeren als het goed is, want of als je denkt dat het niet goed is. Ik denk dat mensen die blind geboren zijn of jong een visuele beperking hebben gekregen, ook op jonge leeftijd dus hebben kunnen anticiperen daarop. En ik zie dus ook alle hulpmiddelen, alle trainingen, et cetera. En ik zie wel mensen die op latere leeftijd slechtziend worden, waarbij het soms ook een progressieve aandoening is, dat best wat schakelen van mensen vraagt. Ook best qua acceptatie, verwerking. Maar ik durf niet te zeggen dat de belastbaarheid dan groter of minder groot is. Maar ik denk dat het wel een factor is die uitmaakt wat dat betreft. Ik weet niet of Rikst, of jij daar nog een aanvulling op hebt? Want... Nee, ik denk zeker dat ik... Ik ben met je eens inderdaad. Ik denk ook wel, wat je noemt, het stukje acceptatie. Dat zie je vaak wel. Het overkomt mensen ineens. Hè? Dat de situatie ineens zo'n 180 graden zich omdraait. En daar moet je dan wel even mee zien te dealen. Hè? Dus ik denk dat op dat moment veel energie kost. En dat je daar op dat moment ook de ruimte en de tijd voor moet nemen. Hè? Om die schakel te maken. Maar goed, hoe je het daarna denk ik oppakt en... Dat is misschien per persoon wel afhankelijk van hoeveel het op de belastbaarheid drukt. Hè? Dus dat is inderdaad ook wel weer individueel, denk ik. Dank jullie wel, Rikst en Cindy. Dat zijn de laatste vragen, maar er staan er nog twee, volgens mij, die we ook redelijk snel kunnen beantwoorden. Dus die wil ik toch graag nog even met jullie doornemen. Als iedereen hopelijk het goed vindt dat we iets uitlopen. Er komt er namelijk een vraag binnen van, ik werk niet als werknemer, maar haal opdrachten binnen voor mijzelf. En ik vermoed dat de vraag dan is, kan visio arbeid dan ook ondersteunend zijn? Probeer ik even te precies helder te hebben wat precies de vraag is. Hebben we dan over een stukje onderaannemerschap? Ik zit even te zoeken van goh, wat dan precies de vraag is. Ik denk een zelfstandige die opdrachten zelf binnenhaalt. Dus misschien kan die persoon die de vraag gesteld heeft nog iets meer uitweiden in de Q&A. Dan gaan we ondertussen even naar de volgende vraag. Als diegene dat nog even wat uitgebreider in de Q&A wil zetten, komen we daar zo op terug. En dan de laatste vraag is van Marcel. Jullie kunnen dus niet in consult komen, alleen op aanvraag van de werknemer. Werkgever is verplicht die consult bij jullie aan te vragen. Ja, dat heeft, ik denk dat Marcel aan het checken is of ook voortborduurt op het verhaal van Rikst, dat wij inderdaad in opdracht moeten werken van een werkgever of het UWV. Dat is ook een opdrachtgever voor ons. En dat klopt wel inderdaad. Er moet ergens wel een opdracht zijn om het werk te gaan doen. Dus... We kunnen niet zomaar elke organisatie afstappen, maar ik kan me ook nog voorstellen dat je een eerste gesprek hebt bij een werkgever met een werknemer. Dat gebeurt ook nog wel eens oriënterend. Maar het idee is inderdaad dat er een opdracht is waarin we de dienstverlening kunnen uitvoeren. Ja, en ik kan me ter aanvulling ook bedenken, hè, ik richt me even op Marcel, weet je, neem anders nog eens even contact met ons op, hè, na het tijd, dat we gewoon dat misschien ook iets meer kunnen toelichten en ook samen met jou kunnen kijken van hoe kun je dat dan het beste aanvliegen. Ik denk dat wel waardevol is. Ja, mooie aanvulling. Dankjewel, Cindy Rikst. Het contact opnemen met Cindy en Rikst kan dus ook via het mailadres visiozichtopwerk@visio.org. Degene die de vraag stelde over, ik werk niet als werknemer, haal opdracht binnen voor mezelf. Dat is ook degene die de vraag stelde over computerwerk, zoals het bouwen van website, programmeren, apps bouwen. En daar staat onder, ik werk niet als werknemer, maar haal opdrachten binnen voor mezelf. Ja,
Ja, dus in dat geval kan ik me voorstellen dat die persoon dan ook de opdrachtgever is, hè, voor een stukje advies dat wij geven. Ja, dus wij werken op offertebasis. Normaal gesproken, hè, dat de werkgever of de opdrachtgever een offerte ontvangt voor de diensten die wij gaan leveren. En in dit geval kan ik me voorstellen dat er dan een offerte wordt gemaakt voor die persoon met het eigen bedrijf. Ja, en dat die dan op die manier ons inhuurt. Zo zie ik het dan, denk ik, inderdaad. Helemaal goed. Dankjewel, Rikst en Cindy. Dit is omwille van de tijd even de laatste vraag die we nu beantwoorden. Andere vragen komen of misschien later in het webinar nog aan toe, of we beantwoorden ze sowieso in de mail. Ik wil graag het woord weer geven aan Rikst en Cindy. Ja, dankjewel. Nu is het de beurt aan onze ervaringsdeskundige, Bram Schultingen. Bram is jurist en werkzaam als beleidsmedewerker bij de provincie Drenthe. En hij zal zelf zijn ervaringen met jullie delen. Bram, wat mij betreft, kun je starten. Goedenavond allemaal. Ik hoop dat iedereen mij kan zien en kan horen op dit moment. Ik ben Bram Schultingen, ik ben 39 jaar, ik woon in Groningen. Ik ben blind vanaf mijn 15e jaar door een hersentumor. Daar ben ik van genezen, die is verwijderd, maar de operatie is er iets misgegaan. Het is een medische fout en ben ik blind geworden, dat was een plotselinge verandering in die zin. Maar wel dus op hele jonge leeftijd. Ik ben daarna naar de basisschool gegaan, naar fysio in Haren. Daar heb ik zeer goed leren omgaan met mijn handicap. Als het gaat om oriëntatie, mobiliteit en alle dagelijkse beslommeringen die daarmee gepaard gaan met het blind zijn. Want ik ben volledig blind. Ik zie nog een klein beetje licht en donker, maar dat is verwaarloosbaar. Ik heb op basisschool gezeten in Haren. Daarna voortgezet onderwijs genoten op een reguliere VWO in mijn woonplaats. Daarbij hebben mijn ouders een hele grote rol gespeeld. Die hebben mij altijd redelijk tot zeer zelfstandig opgevoed. In die zin dat ik werd gestimuleerd om te leren en ook onafhankelijk te zijn. Dus mijn autonomie werd heel erg gestimuleerd. Dat heeft me heel veel gebracht. En zoals ik later zal vertellen, ook wel het een en ander gekost. Maar dat is voor later. Ik ben redelijk vloeiend door mijn voortgezet onderwijscarrière gegaan. Ik was niet de meest vlijtige leerling, maar ik heb er wel van genoten, in ieder geval. Daarna ben ik geschiedenis gaan studeren in eerste instantie, omdat daar mijn interesse lag. Ik heb daarbij bij die studiekeuze niet echt gekeken naar of het een haalbare studie was of een geschikte studie om te doen. Daarbij komt ook dat het alweer een tijdje geleden is dat ik ben begonnen met studeren en dat de technologie en de toegankelijkheid van zowel studie als werk in die tijd, en dat gaat om dikke 20 jaar geleden, dus rond 2000, was echt ongelooflijk anders dan het nu is. Ik ben na een kleine 3 jaar geschiedenis studeren vastgelopen, flink vastgelopen, omdat het studiemateriaal of niet toegankelijk was, of er gewoon überhaupt niet was voor mij, in digitale zin of in braille. Goed om te weten, inderdaad, ik werk dus met een laptop en braille leesregel en spraak. Voor velen wel herkenbaar waarschijnlijk.
Ik heb een aantal jaren dus geschiedenis gestudeerd, maar uiteindelijk vastgelopen op de beschikbaarheid van bronnen en het doen van onderzoek. Dat werd op een gegeven moment was niet meer mogelijk. Of dat kostte me zoveel tijd en moeite om alles te organiseren qua het vooruit plannen van wanneer ga ik wat onderzoeken en wat heb ik daarvoor nodig. Dat dit eigenlijk niet meer te doen was. Toen heb ik een keuze gemaakt die in eerste instantie wel een beetje vreemd lijkt. Ik ben rechten gaan studeren. Zullen jullie denken, ja, dat is toch ook wel een hele hoop leeswerk en opzoekwerk en in ieder geval heel veel tekst. Maar het voordeel daarvan is dat de wet kenbaar moet zijn voor iedereen. Dus het meeste ook in redelijk toegankelijke vorm ook beschikbaar is in digitale vorm. En destijds werkte was dat nog met gebruik van CD-ROMs. Dus ik had al mijn wetboeken en sowieso alle handboeken op CD-ROM. En het voordeel van de studierechten was, die waren er ook gewoon. Waarbij ook het voordeel had ten opzichte van mijn studiegenoten, dat ik eigenlijk veel sneller kon zoeken in een wetboek dan zij in hun fysieke wetboek. Plus het woog ook nog een stuk minder. Al die wetboeken en handboeken bij elkaar, dat waren toch flinke tassen vol. En ik vergat ze nooit, dat scheelde dan ook alweer. Ik heb er wel lang over gedaan over mijn studie. Het heeft me ook wel veel gekost, zoals ik al eerder zei. Ik ben opgegroeid met het adagium niet te veel zeuren, gewoon aan het werk. En geboren met het glas half vol. Maar dat hou je niet eeuwig vol. Zoals in het filmpje van de docent al werd aangestipt. Je moet jezelf niet overschreeuwen. En dat was ik eigenlijk wel aan het doen. Ik wilde me heel graag bewijzen. Ik wilde graag aan dezelfde meetlat voldoen als ieder ander. Dus iedere ziende in mijn geval. Na afronding van mijn studie ben ik daar toch wel tegen aangelopen dat het niet iets dat het niet een houding is waarmee ik nog veel langer zou kunnen voortgaan. Ik ben me gaan bezinnen op hoe nu verder. Want dan heb je een studie afgerond. Maar ik wilde natuurlijk ook een baan. Ik wilde ook aan het werk. Ik wilde er iets mee doen. Of ik wilde in ieder geval een actieve maatschappelijke deelnemer zijn. En het liefst met een betaalde baan. Niet dat dat altijd het summum is, maar dat gold voor mij wel. Hoe ik daarmee om ben gegaan is, ik ben te raden gegaan bij een psycholoog onder andere om hierover te praten, wat mij heel erg geholpen heeft. Plus ik ben yoga lessen gaan volgen en ja, dat is niet iets wat iedereen aanstaat of past bij iedereen, maar het heeft mij in ieder geval erg geholpen om connectie tussen je mentale en fysieke gesteldheid tot stand te brengen en te voelen wat gedurende de dag alle inspanningen die je levert en alle overcompensatie ook die je aan het leveren bent om in mijn geval mijn blindheid te overrulen. Omdat die inspanningen, wat dat met je doet gedurende zo'n dag. En om uiteindelijk te werken naar een vorm van daadwerkelijke acceptatie van mijn beperking. Want ik kwam er toch eigenlijk wel achter dat ik er altijd omheen geleefd heb en niet echt meegeleefd heb.
En dat is, tja, dat heeft mij, dat was een, zoals ik dat noem, een flinke reality check. Dat heeft me even op mijn plaats gezet. En, maar tegelijkertijd is dat ook heel goed geweest voor mij om dat te realiseren. Om dat ook in perspectief te zetten. En nu mijn stap richting daadwerkelijk een baan krijgen. Ik ben een reïntegratietraject bij Fysio gaan volgen. En daaruit is al heel snel gekomen dat ik aan het werk kwam in 2016. Is dat bij de provincie Drenthe. Ik ben daar in eerste instantie als jurist bij het team subsidies aan de slag gegaan. Afdeling subsidies. En ik werk nog steeds bij de provincie Drenthe. Inmiddels op een andere afdeling. Maar wel met heel veel plezier. En het brengt mij heel veel vervulling in mijn dagelijks leven, structuur. Collega's, de sociale interactie, betekenisvol zijn. Dat geeft mij een hele hoop voldoening in ieder geval. En dat zijn de mooie kanten, maar het heeft natuurlijk ook een hoop of een aantal iets wat moeilijkere kanten. Of tenminste, je zult er een aantal dingen voor jezelf ook moeten overwinnen om die stap te zetten. en dat die acceptatie waar ik het eerder over had, speelt daar een hele grote rol bij. Even verder over mijn huidige baan en de omstandigheden waarin ik nu werk en wat ik daarin geleerd heb over het je verhouden tot anderen en tot jezelf, wat je zelf kunt. Ik herken me heel erg in het verhaal van de docent. Die zegt, je moet jezelf niet overschatten. Daarbij wil ik ook wel aantekenen dat je jezelf ook zeker niet moet onderschatten. En dat is een balans die je gaandeweg moet gaan vinden. Even kijken hoor. Mijn volgende punt is mijn arbeidsomstandigheden. Die ik bij aanvang van mijn werk heb aangetroffen, was inderdaad ook een open kantoortuin. En het eerste wat ik daarbij heb gevraagd is een vaste werkplek. En ik kan dat niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Want je hebt een aantal dingen waarop je energie kunt besparen. En dit is dan wel een van de meest gemakkelijke. En zeker omdat dit voor de werkgever ook vrij gemakkelijk te realiseren is. Daarnaast is het ook zo dat heel veel mensen ook waarde hechten aan hun eigen werkplek. Dus in de praktijk is zo'n flexibele kantoortuin lang niet zo flexibel als de ontwerpers van dit concept van tevoren hadden bedacht. En daarnaast, tenslotte, er wordt ook wel een beetje teruggekomen van dit concept, omdat het levert niet alleen onrust voor iemand die het niet ziet op, maar ook voor de zienden en voor de mensen zonder beperking, levert het ook een hoop onrust op. Dus ik ben daarbij ook wel een beetje een soort van kanarie in de kolenmijn geweest destijds. Van goh, ja, het is eigenlijk wel, iedereen vindt het gewoon lekker om op een vaste plek te zitten. En wordt dat ook meer geaccepteerd. Dus ik zou zeggen, begin met een vaste werkplek. Dat scheelt gewoon een hoop energie. Hoef je niet te zoeken. Dat is gewoon een goede besparing. Bram, ik onderbreek je heel eventjes. Ja. We hebben nog 5 minuten ongeveer in jouw blokje qua tijd. Dus dan weet je even qua tijd. Dat is prima.
Ja. Okay. Dat is prima. Dan komen we goed. Verder. Wat ik wel belangrijk vind op de werkvloer is dat je je open opstelt richting collega's over je beperking. Dat is niet altijd even leuk en even makkelijk. Maar het heeft mij wel een hele hoop opgeleverd in die zin dat het de drempel voor mensen lager maakt om je te benaderen. En het levert een hoop empathie op. Mensen op hun beurt worden ook opener naar jou toe. En dat is ook dat is niet altijd direct in professionele zin een element of een of van belang, maar wel als collega's onderling werkt dat wel goed. Mijn komst binnen het team bij de provincie Drenthe heeft ook wel opgeleverd dat het team in het geheel ook socialer werd, doordat men zich een beetje om mij ging bekommeren, maar ook omdat mensen zich meer om elkaar gingen bekommeren, om het zo te zeggen. Verder, nou, ik heb een geleidehond. Dat is ook een enorme sociale factor op de werkvloer gebleken. Dat is geen probleem. Wel goed om het daar heel duidelijk over te zijn. De fysieke werkomstandigheden. Nou ja, een vaste werkplek heb ik al genoemd. Maar dan komt vervolgens het ICT-vraagstuk. Dat is een enorme energieslurpende aangelegenheid, vind ik. Want ik ben zelf geen expert, maar ik ben wel afhankelijk van experts die dan weer geen expert zijn op mijn beperking. Dus dat is vaak een hele lastige toestand. Wat hierbij wel helpt, is gewoon zorgen dat je één vast contactpersoon hebt die uiteindelijk leert jouw wensen en behoeften te kennen. En dat je het verhaal niet de hele tijd opnieuw hoeft te doen. Wat betreft wat je nodig hebt op de werkvloer. En dan heb ik nog een puntje over mezelf, waar ik zelf wel tegenaan ben gelopen. Is het plannen en organiseren op de werkvloer. Of binnen je werk. Toen ik ging werken, ben ik voor het eerst een agenda bij gaan houden. En ik dacht op dat moment, oh, die agenda die is voor mezelf. Om te kunnen nakijken van wat ik moet doen. Maar het bleek natuurlijk ook een middel te zijn dat anderen konden kijken wat jij deed. Wat jij, jij aan het doen bent. Zodat de afspraken gepland kunnen worden, et cetera. Dat had ik in het begin niet zo door. Ik dacht, ik doe het wel lekker. Ik onthoud ook veel, dus ja, ik weet gewoon wel waar ik mee bezig ben. Maar goed, ik heb om kort te gaan geleerd om alles gewoon transparant in je agenda te zetten, zodat iedereen kan zien wat je doet. Ook om toch ook te laten zien wat je doet, want daar was ik ook niet zo goed in. En dat blijkt toch best wel belangrijk te zijn, dat om ook af en toe even je moment te pakken in een vergadering. Via je agenda te laten zien hoe druk je het hebt. Daar wordt toch wel eens naar gekeken. En dat is niet het meest belangrijke, maar ik ben er dus wel heel eventjes tegenaan gelopen. Volgens mij ben ik er nu wel zo'n beetje doorheen. En ik hoor graag of er nog vragen zijn.
Dankjewel, Bram. Ik ga inderdaad weer even naar de Q&A. Als jij je camera en microfoon nog even aan wil laten, ja. Op het moment dat er ook vragen voor jou zijn, dan zal ik het aangeven. Dus als er mensen ook vragen aan Bram wil stellen, dan kan dat. Gonnie, wij zien jouw vraag zeker in de... als we de route en de dienstverlening van Visionzicht op werkt gaan doornemen. Ik zie dat er een vraag binnenkomt. Wat bedoelt Bram met ICT-AUB? Heb ik niet goed begrepen. Bram, inmiddels is wel jouw camera en jouw microfoon uit. Dus als je die weer aan zou willen zetten en dan de vraag zou kunnen beantwoorden. Dus dat, wat bedoel jij met ICT? Ja, sorry. Dat is zo'n afkorting geworden in mijn leven dat ik daar helemaal niet bij stilsta. Dat enige uitleg behoeft misschien. Nou, dat gaat over alles wat gaat over computers. Ik werk met een laptop. Die laptop moet op het netwerk van de werkgever kunnen. En ik moet met de software om kunnen gaan die de werkgever gebruikt. Die ik bij het werk nodig heb om mijn werk te doen. En daar zijn flink wat aanpassingen voor nodig geweest. En dat is nog steeds niet een afgesloten verhaal. Omdat er gewoon heel vaak dingen veranderen in de computerwereld. Mensen gaan andere programma's gebruiken. Dus dat bedoel ik met het ICT-verhaal. En misschien aanvullend, Bram, jij bedoelt ook je... Hè? Dat de verbinding wat slecht is, of ligt dat aan mijn computer? Het klopt inderdaad. Wacht, de verbinding is slecht. Ik denk dat ik weet wat Cindy wilde gaan zeggen. In het kort. Oké. Okay. Ik gebruik spraak en braille. En... wat ik bedoel met ICT hoe mijn spraak en mijn braille omgaan met de programma's die de werkgever gebruikt. Dus klopt. Ja. Kan ik hiermee werken? Oh, daar ben je weer. Klopt, ja. We zijn het met elkaar eens, Bram. Ja. Okido. En nu gaan we naar het laatste stukje. We kort nog even iets toelichten over de dienstverlening van Visionzicht op werk. In grote lijnen, even kort wat vertellen, adviseren wij ten behoeve van werk en werkplek. Dus dat kan zijn computerhulpmiddelenonderzoek, dat kan zijn onderzoek naar verlichting en inrichting op de werkplek. Daar hebben we specifiek ergotherapeuten voor in dienst. We geven trainingen, oriëntatie- en mobiliteitstrainingen, maar ook ICT-trainingen. We doen loopbaanontwikkeling en begeleiding. Bijvoorbeeld als iemand zijn eigen werk niet meer kan doen en over ander werk na wil denken. We doen jobcoaching, zowel voor in opdracht van het UWV als ook voor werkgevers. Over wet en regelgeving. We hebben... Ik krijg de indruk dat Cindy weer even stilstaat. Rix, heb jij goed... Ik ben er, ja. Cindy was gebleven bij arbeidsdeskundig onderzoek, wat ik begreep. Dus wij hebben inderdaad een aantal arbeidsdeskundigen in dienst die ook landelijk verspreid zijn en die ook in opdracht van werkgevers of arbodiensten een arbeidsdeskundig onderzoek kunnen verrichten. Daarnaast voeren wij ook tweede sporen trajecten uit. Dit wil zeggen dat... Als iemand uitvalt iemand gaat het tweede ziektejaar in en blijkt dat het huidige werk niet meer passend is en ook de werkgever zelf geen werk meer heeft binnen een bedrijf, kunnen mensen begeleid worden naar ander werk binnen een andere organisatie. Dus daarin kunnen wij ook ondersteunen. Na het tweede ziektejaar is de WIA-procedure aan de orde. Dit wil zeggen dat mensen voor een keuring gaan bij het UWV voor een WIA-uitkering. Hierbij kunnen we mensen ondersteunen. We kunnen helpen bij het invullen en aanvragen van de WIA en ook meegaan naar het UWV om gesprekken te voeren samen. En als laatste...
voeren wij in opdracht van UWV trajecten uit. Dat kunnen trajecten zijn om mensen te mobiliseren. Mensen die nog niet toe zijn aan werk, maar al wel willen nadenken over wat ze kunnen, wat hun belastbaarheid is, welke vaardigheden er nodig zijn om dat te onderzoeken. Maar ook kunnen we ondersteunen in het vinden van een werkplek die passend is bij de visuele beperking. Gaan we naar de laatste sheet, zo'n beetje. Wij werken als adviseurs arbeid, werken wij landelijk. We hebben een aantal regionale kantoren in de landen, waaronder bijvoorbeeld Haren, Hogeveen, Leeuwarden, Heerhugowaard, maar ook in Goes bijvoorbeeld en in Sittard. Dus we zitten in die zin overal. En wij pakken ook regionaal zeg maar de vragen en opdrachten op van die regio. We hebben ook onderling veel contact met elkaar. We wisselen veel kennis uit. Wat de een niet weet, weet de ander wel weer. Maar ook per regio zijn dingen vaak ook verschillend. Dus het is heel goed om regionaal zeg maar, werkzaam te zijn binnen Visio. Annelies heeft al eerder even genoemd. We hebben een eigen e-mailadres. Visio zicht op werk@visio.org. Via deze weg kunt u zich aanmelden voor een vraag richting arbeid. Of voor algemene vragen. Of als je zegt van, goh, ik weet niet helemaal zeker. Kan ik wel terecht bij jullie? Hoe vlieg ik dat aan? Stuur een mailtje en wij nemen contact met u op om daarover samen te sparren. En ik wil ook even gebruik maken van het feit dat er stond nog een vraag open van Gonny, wat ik van mijn collega's begreep. Het was niet helemaal duidelijk hoe precies de verwijzing verloopt richting Visio. Of in ieder geval Visio zicht op werk. Hè. Binnen Visio hebben we twee sporen. We hebben hierbij de privéhulpvragen en we hebben Visio zicht op werk. Het zijn de arbeidsvragen. Voor de privéhulpvragen is een verwijzing nodig van de oogarts. Maar voor een vraag richting Visio zicht op werk is in principe een oogarts niet nodig om daar een verwijzing van te krijgen. Echter, we hebben wel een opdrachtgever nodig. Dus ja, dat kun je als verwijzen zien, maar dat kun je zien als een werkgever is bijvoorbeeld voor ons een verwijzer. Of een bedrijfsarts is een verwijzer. Of bijvoorbeeld een school. Hè, er zijn ook wel scholen die bijvoorbeeld vragen stellen bij ons andere particuliere organisaties. Dat zijn in principe zijn dat voor ons de verwijzers. Die stellen bij ons de vraag, leggen bij ons de vraag neer. En wij kunnen vervolgens aangeven op offertebasis wat wij kunnen bieden. Dus ik hoop dat daarmee de vraag van Gonny ook meer beantwoord is. Zijn we nog even toe nog aan een vraag? Of heb je nog... Ja, ik ben er met de volgende sheet. Oké. Okay. Ja, we hebben nog een vragenblokje volgens mij. Dus wat mij betreft helemaal goed. Ja, ik denk ook gezien de tijd. Er stond nog één vraag in de Q&A. En dat was, wat is jobcoaching? Ja. Nou, dat is een goede vraag. Ook voor ons is dat natuurlijk een begrip dat we er zo even uitgooien, omdat we dat dagelijks doen. Jobcoaching, als je het letterlijk vertaalt, wil dat zeggen coaching op het werk. En dat is ook wat dat is. Jobcoaching is zeg maar ondersteuning aan een werknemer op de werkplek. En normaal gesproken wordt dit in opdracht van het UWV gedaan. Je kunt je voorstellen als wij, ik noem even een voorbeeld, wij hebben een reïntegratietraject richting werk. We vinden een werkplek samen met een werknemer. Maar goed, dan is er een werkplek, maar dan begint het eigenlijk allemaal nog. Hè? Dan moet er worden gekeken naar welke hulpmiddelen moeten worden ingezet. Hoe communiceer je met je werkgever? Hoe zorg je dat je balans goed is? Hè? Dus waar we het de hele avond over hebben, tussen belastbaarheid en tussen belasting. Hoe gaat het met het contract? Hoeveel uur kun je werken? Nou, al dat soort dingen kunnen wij samen met werkgever en met werknemer zeg maar oppakken en gedurende een periode van bijvoorbeeld een half jaar met elkaar afspreken om elkaar één keer in zoveel tijd te gaan zien en dat soort dingen met elkaar te bespreken. Dus dat is eigenlijk jobcoaching in de korte lijnen, zeg maar. Dankjewel, Rix. En normaal gesproken, er zijn geen andere vragen in de Q&A of in de chat. Mm-hmm. Dus ik denk dat we het nu gaan afronden. Normaal gesproken laten we altijd nog een laatste sheet zien met...
Yvonne, ik onderbreek jou even. Ik doe mijn best. Ik hoop dat de verbinding nu goed genoeg blijft, zodat ik nog de laatste sheet even kan laten zien. Ja. Dan gooi ik jou er even uit, Rix. Sorry. Als het goed zit, zien jullie hem nu. Ik hoop dat het goed genoeg blijft, want wij zitten, Cindy en ik zitten allebei in Hoogeveen. En ze hebben daar besloten om dingen opnieuw op te starten en te installeren. Vandaar dat wij eruit vliegen, maar we zijn er weer. En als het niet goed te verstaan, zet het even in de chat of in de Q&A en dan kan Yvonne het even van mij overnemen. We willen jullie sowieso heel erg bedanken voor jullie komst en dat jullie aanwezig zijn geweest. Mochten jullie vragen hebben die echt specifiek over visiozicht op werk gaan of over de presentatie, mail dan even naar visiozichtopwerk@visio.org, het mailadres wat we eerder al noemden. Hebben jullie reacties op het webinar gewoon algemeen, of hebben jullie ideeën voor een nieuw webinar of een onderwerp voor een webinar of een online bijeenkomst, dan kunnen jullie dat sturen naar kennisportaal@visio.org. Dus dat is kennisportaal@visio.org. Daar kunnen jullie op het kennisportaal.visio.org. Sorry, Yvonne, wat wou jij zeggen? Ja, en er komt ook een evaluatieformulier waarin men ook nieuwe, in dat formulier zeker, kan ja, ook, zeker. Nieuwe ideeën. Ja, ja, absoluut. Dankjewel voor de aanvulling, inderdaad, Yvonne. In het evaluatieformulier kunnen jullie ook nieuwe ideeën of opringen voor andere onderwerpen aangeven. Het terugkijken van het webinar kan ook op kennisportaal.visio.org, maar jullie ontvangen de link, zoals gezegd, ook in de mail. En willen jullie op de hoogte blijven van de webinars en de online bijeenkomsten die Visio nog meer organiseert? Dat kan. Meld je dan aan voor onze mailing over nieuwe online bijeenkomsten. En dat kan via www.visio.org/nieuwsbrief. Dat is www.visio.org/nieuwsbrief. En via de knop meld u aan voor Visio nieuwsbrieven en mailings. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact met ons op. Ik zie dat er nu nog wel wat een opmerking. Dank daarvoor. Bedankt dames en Bram voor de heldere uitleg. Heel graag gedaan, Anja. Fijn dat je erbij was. En ik zie dat er nog wordt gevraagd, wanneer komt onder andere een vergelijkbaar webinar? Dan richt ik mijn blik even op Yvonne. Volgens mij staat er voor arbeid nog niet weer iets gepland voor visiozicht op werk. Wellicht dat dat nog wel komt. Als je je abonneert op de nieuwsbrief, dan krijg je sowieso automatisch een berichtje wanneer dat is. Mocht er ook behoefte zijn aan bijvoorbeeld een verdieping op dit onderwerp, geef dat ook aan in het evaluatieformulier. Maar weet jij, Yvonne, dit klopt volgens mij. Er staat nog niet weer iets gepland voor visiozicht op werk. Voor visiozicht op werk staat nog geen webinar gepland, maar ik kan me voorstellen dat er best wel behoefte is aan antwoorden op misschien wel persoonlijke vragen. En geef dat ook aan als er behoefte is aan een verdiepend webinar of misschien een interactief. Misschien kunnen we ook denken aan een vraag en antwoord webinar. Dat is dan meer een soort in een meeting vorm. Maar geef dat vooral aan. Dan gaan wij daar weer kijken of we dat weer kunnen gaan organiseren. Als er behoefte is. Ja, zeker. Dankjewel, Yvonne. Dat gaan we zeker doen. Ik zie van een aantal mensen nog binnenkomen. Bedankt voor de informatie. Bedankt voor de heldere en duidelijke uitleg. Nou, heel graag gedaan. Nogmaals, heel fijn dat jullie er waren. Sorry, excuses dat het op het laatste moment niet helemaal meer liep zoals we wilden. Maar goed, we zijn er weer en dat hoort er nou eenmaal bij. We hebben niet alles in de hand. Heel erg bedankt. Dit is het einde van het webinar en we wensen jullie allemaal nog een fijne avond. En mocht er vragen zijn, neem zeker contact met ons op. Tot de volgende keer! Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies, video's en podcasts. Heb je een vraag? Stuur een mail naar kennisportaal@visio.org of bel 088 585 5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org.